Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen het zien op de satellietfoto, er trekt veel bewolking over het land. Dat hoort bij een stormdepressie die bij Schotland ligt, vrij ongewoon voor begin juni. Daardoor hebben we ook te maken met een harde tot stormachtige wind, zelfs aan de westkust, windkracht 7 of 8. En boven land waait het vrij krachtig, kracht 5, en dat allemaal uit zuidwestelijke richting. In de loop van de dag zal in het zuidoosten en oosten de zon af en toe gaan doorbreken, en daar wordt het dan nog 20 of 21 graden. Onder de bewolkingen met wat regen in het westen en noorden wordt het ongeveer 15 tot 17 graden. Vanavond wordt het geleidelijk aan droger, komen er wat meer opklaringen en ligt de temperatuur rond een graad of 17. Later op de avond gaat de wind ook verder afnemen. Morgen waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind en wordt het 15 tot 19 graden. Met vooral in de noordelijke helft van het land nog kans op een enkele bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met geregeld zon. Donderdag schijnt de zon flink en er wordt het 20 tot 24 graden al. Vrijdag wordt het nog warmer, 23 tot 30 graden. Met eerst veel zonneschijn, maar later in de middag en in de avond misschien kans op een enkele regen- of onweersbui. In het weekeinde is het de weersverwachting nog onzeker, maar waarschijnlijk wordt het wat koeler. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.